De Kuip. Ook voor trainer altijd een bijzonder stadion, bijzondere wedstrijd. Leuk om naartoe te gaan? Of juist niet gezien de resultaten die vaak in het voordeel van Feyenoord vallen? Nou, je weet als je tegen de top drie, hè, zeg maar de traditionele top drie in Nederland moet spelen. Ja, dan weet je dat de resultaten niet altijd positief zullen zijn. Dus dat is logisch, dat heb ik zelf als speler ervaren. En aan de andere kant is dat altijd weer een mooie uitdaging. En, persoonlijk vind ik de Kuip nog steeds het mooie stadion. Beste mat die er in Nederland te vinden is. Dus ik snap dat het voor spelers daar geweldig is om te spelen. Jullie doen het dit seizoen in uitwedstrijden fantastisch, hè? Zou jullie spelletje Feyenoord wel eens totaal niet kunnen liggen dit seizoen? Nou, ik vind het altijd lastig om daar antwoord op te geven. Omdat ik vind dat we dit seizoen thuis goede wedstrijden gespeeld hebben. Als je dat vergelijkt met sommige wedstrijden in de uitwedstrijden. Waar we wel punten pakten en thuis juist niet. Dus ik vind dat lastig te zeggen. En zeker nu ook omdat je naar Feyenoord gaat. Is de eerste gedachte van mensen buiten de club. Die zeggen van ja, je doet het uit goed. Dus misschien zit er wat in. Ja, zo werkt het niet. Ik bedoel, Feyenoord heeft pieken en dalen gehad. Die werken nu toe naar het einde van het seizoen. Die willen op een goede positie eindigen in de competitie. En die werken nog naar die bekerwedstrijd toe, naar die finale. Dus ja, die zitten weer in de lift. Die hebben de swing weer. Dus dat wordt voor ons natuurlijk weer een hele mooie uitdaging. Omdat Feyenoord natuurlijk gewoon een goede ploeg heeft. Hoe staat jouw team er fysiek op? Want je hebt aanvallend de laatste wedstrijden waren er wat problemen. Moesten gepuzzeld worden. Nu wel 2 weken pauze gehad. Heb je weer wat lucht daarin? Nou, Mike is in ieder geval weer terug van zijn schorsing en heeft niet meer last van de pijntjes die hij toen had. Dus die is weer terug. En Stanley die staat weer op het veld. Levi is teruggekomen van de Interland verplichtingen. De enige minpuntje is dat Saka nog steeds niet terug is. Dat hij nog steeds last van zijn blessure heeft. En dat Des de CVO ook weer een terugslag heeft gekregen. En dat is zeker voor Des het vervelendste. En voor de rest ziet er allemaal goed uit. Nu begint die trainerscarousel een beetje op gang te komen. Hè? Met Vrees bijvoorbeeld die naar onze regio terugkomt her en der. Beginnen er al wat dingen te spelen. Moet ik het toch maar weer vragen. Speelt er voor jou iets? Nou, nog niks concreets. Ik heb wat belletjes gehad uit Portugal. Met de vraag wat eventueel voor volgend seizoen, maar er is nog niks concreets. En ook in Nederland speelt er wel wat, maar ook hetzelfde eigenlijk. Dus het is wat dat betreft, kan ik nog niks nieuws melden. Heb je voor jezelf een idee waar, je hebt al spelen natuurlijk bij topclubs gespeeld, hè? Waar als trainer jouw plafond zou liggen? Een topclub, is dat iets waar jij wel uiteindelijk naar streeft? Uiteindelijk is dat voor iedereen natuurlijk een doel op zich. Dan moet ik altijd oppassen, want voordat het uit de context wordt gehaald. Aan de andere kant heb ik ook al eerder tegen jullie gezegd van ja, ik sta er op dit moment wat anders in. En dat wil zeggen, na mijn gezondheidsproblemen ben ik sowieso weer blij dat ik kan trainen, omdat ik dat een geweldig vak vind. Het is af en toe een lastig vak, maar dat hoort erbij. Maar ik vind het een geweldig vak om te doen. Dus ik ben al lang blij dat ik weer de kans heb gekregen om op het veld te staan en ergens te werken. En als het goed gaat, is het natuurlijk prima. Maar ik snap dat die vraag komt. Aan de andere kant, het gaat erom dat je kan werken. Dat je goed kunt werken en dat je daar plezier in hebt. En op die manier sta ik erin. Ja, ik stel hem inderdaad, omdat het bij dat soort clubs kan het stressgehalte kan natuurlijk heel erg toenemen. Hè? Bijvoorbeeld bij Feyenoord. Kijk naar de club waar je dit weekend tegen speelt. Ik moet ook daar weer mee oppassen. Omdat het heeft niet met de stresssituatie te maken. Omdat anders had ik sowieso het vak trainen niet meer kunnen doen. Want als dat een invloed had, waar je ook werkt en waar je ook traint. Op welk niveau ook. Je hebt altijd stress. Want mensen vinden daar ook vooral wat van. Want voetbal is natuurlijk de belangrijkste bijzaak in het leven. Dus daar ligt het niet aan. Ik zeg alleen maar dat ik me niet blind sta op zeg van ik wil mijn carrièreplanning is op die manier ingevuld. Ik wil iedere keer een stap hoger op doen. En ik weet dat het zo niet werkt. En dus daarom sta ik er anders in. Het is niet zo dat ik vanwege stress iets niet kan doen. Want anders gaat dat weer een eigen leven leiden. Dus dat staat er helemaal los van.